Hoi, mijn naam is Ron en ik kan nu plat tegen dich. Plat, of ook wel bekend als Limburgs, is een Neder-Frankische taal die gesproken wordt in Belgisch Limburg, in Nederlands Limburg en een deel van Duitsland, vooral in Duitsland dan rondom Orke en beetje richting Köln. Limburgs wordt ook wel een dialect genoemd, maar het verschil tussen een dialect en een taal, dat is eigenlijk niet duidelijk. Sommige taaldeskundigen zeggen dat een taal, dat is een dialect met een eigen leger, waardoor het zichzelf een standaard kunt opdringen aan lui die anders kallen. In Limburg zijn er net zoveel verschillen tussen wie lui kallen in Durb of in Ster, als dat er in bij andere talen in sprake is. Bijvoorbeeld in Maastricht, daar zit er meer Frans in het dialect, en in Kirchrode zit er meer Hoogduits in het dialect. Limburgs is binnen de regio wat gesproken wordt, vergeleken met de talen die daar rondomheen gesproken werden, een unieke taal, omdat het aspecten van een toontaal had. Een toontaal, dat wil zeggen dat hetzelfde woord door een toonverandering van betekenis verandert. In het Limburgs wordt dat meestal gebruikt om de meervoudsvorming aan te geven. Bijvoorbeeld, eine knie, twee knieën. Ein paard, twee paard. Eine schoon, twee schoon. Limburgs is een taal die nog dagelijks gesproken wordt. Gewoon op straat, maar ook de kids wel met kallen in het gemeentenoos of in het ziekenhuis met de lui die. Er zit er ook genoeg die plat met die kallen. Op de school echter, zeg maar officieel, wordt er dan in de klas Hollisch gekald. En dus de kinderen die leren dan schrijven en lezen in het Hollisch op school. Nou, dat waren eigenlijk wat ik wou zeggen. En dan zeg ik op zijn plat, hoi.